Nu ga ik jouw moeder bellen. Zo. Anne, even een. Was dat jouw moeder, ja of nee? Ja. Oké, ik stuur nu een naar haar huis. Nee! Family brothers. In de vorige video hebben jullie gezien dat Ivan de Hacker een brief via de post heeft gestuurd. Met daarin de inloggegevens van zijn Fortnite-account. Dus ik zit nu op Ivan de Hacker de Fortnite-account. Hebben die video nog niet gezien? Link in de bio. Check hem. Broertje, die weet dat nog niet. Wij gaan vandaag de voice changer aanzetten. En we gaan broertje bang maken. En ik ga doen alsof ik Ivan de Hacker ben. Luister, brothers. De 8e van deze maand komt een nieuwe Fortnite seizoen. Nieuw Battle Pass. Gebruik code kwijt in de Fortnite item shop voor chillt en het speed rechthand en bomba. Zelfs voetbaks. De grootste mis. Zelfs mis. Niet ongelooflijk. Ik kreeg door van hem. Gebruik code kwijt in de Fortnite item shop. Om betere Fortnite speler te worden. Ik wil oprecht dat jullie een betere Fortnite speler worden. En ik wil een kwestie naar de brand. Let's go. Oké, nou brothers. Eerst moeten we broertje toevoegen. En ik heb mijn Discord naam veranderd. Precies hetzelfde als in-game bij Fortnite. Dus ik ga hem dadelijk callen en hij gaat denken. Wat? What the heck? CC. Code kwijt JR. Oké, nu praat ik wel normaal, hè. Maar ik moet dadelijk echt proberen Ivan na te doen met mijn stem. Ad friend. Oké. Oh, hij heeft me geaccepteerd. Oké. Ja, want ik zag al dat hij online was. Oké. Hij belt mij. Waga? Hey! Yo. Toen kan ik mijn vriendschapverzoek gestuurd, hè? Wat? Ja. Wat zeg je? Zeg eens nog een keer. Ivan heeft mijn vriendschapverzoek gestuurd. Ivan heeft jouw vriendschapverzoek gestuurd? Ja, wat moet ik doen? Damn. Wat moet ik doen? Bro, beter ga je gewoon joinen voordat hij je volle account hackt. Nee, ik ga hem niet in feite. Bro, als je niet joint, gaat hij jouw Fortnite account hacken. Speel gewoon 1-2 push met hem. En geen gekke dingen zeggen. Ik ben bang dat hij mijn account gaat hacken, man. Nee, bro, trust. Als je niet gaat joinen, gaat hij jou hacken. Oké, maar niks dom zeggen. Oké, veel succes. Laat me weten hoe het gaat. Oh, hij is gejoind. Oké, ik heb mijn Discord naam veranderd. Ik ga hem callen. Hallo? Hallo, broertje. Vakka? Met Ivan. Broer, hoe voeg je mij? Ik heb zin in Fortnite. Maar hoezo invite je mij dan? Ik ga Fortnite spelen, omdat ik met jou Fortnite wil spelen. Oké, maar niet mijn account hacken. Doe creative. Oké, maar niet mijn account hacken. Misschien. Anders, ik maak jouw koet kapot, hè. Ik kom jou opzoeken. Hé, niet zo stoer doen tegen Ivan. Oké. Ik ga nu jouw adres hacken. Nee, oké. Laat maar. Hé. Oké, luister. Jij woont op. Sorry. Ik ga niet meer zeggen. Oké, dat dacht ik al. Maar... Moet ik even iets naar je huis opsturen? Ja, stuur maar 20 euro voor je bukskaart. Oké, maar vertel me dan, hoe gaat het met die dikke billen dan? Dikke billen? Ja, met die chicks en zo, je weet toch? Wat bedoel je daarmee? Gewoon die chicks met die dikke billen. Bro! Oh, ik heb jou dood. Bro, niet mij killen, bro. Ik moet mijn settings doen. Weet je wat ik ga doen? Wat ga je doen? Ik ga naar jouw huis iets sturen waardoor je opgepakt gaat worden. Ik ga iets sturen en dan naar de politie. Nee, doe niet. En dan gaan ze jouw huis raiden. Net zoals ik bij jouw broer King Almighty heb gedaan. Nee, oké, sorry. Dan wordt je opgepakt. En gaat jouw moeder jou slaan. Niet doen. Waarom doe jij zo stoer tegen mij? Kom hierheen. Geef antwoord op mijn vraag. Wat, sir? Wat zei je? Heb jij een vriendin? Bro, welke vraag je, bro? Welke? Oké, ik wil... Ik heb pillen, bro. Luister naar mij. Luister! Niet Ivan boos maken. Oké. Ik heb aan jouw broer gevraagd of hij mijn organisatie wil joinen. Hij heeft nee gezegd. Mijn criminele organisatie. Oh. De hackgroep Black Overwatch. Oké. Jouw broer heeft nee gezegd. Okay. Ik heb zijn YouTube-account gehackt. Maar aan de ene kant spaar ik hem, omdat hij vrouw en kind heeft. Oké. In plaats van jouw broer, wil ik jou. Wie? Jij gaat mijn organisatie doen. Wie vroeg? Wat doe je? Oh my god. Niet iemand boos maken. Clip. Oh my god, ik ga clip. Niet iemand boos maken. Luister naar mij, dit is serieus. Oké. Dit is serieus. Oké. Jij gaat mijn organisatie Black Overwatch joinen, broertje.
Ik ga een vliegticket voor jou boeken naar Mexico. En jij gaat vliegen hierin. Oké, wacht. Krijg ik pillen? Ja. Oké, now we talk about. Oké, maar wat moet ik tegen mijn moeder zeggen dan? Zeg tegen jouw moeder dat je heel veel geld gaat verdienen. Kijk die kont op en neer gaan dan. Oké. Maar met wat voor geld? Ik ga jou leren hacken. Ik ga jou opleiden. Zodat je op een dag ook een grote hacker wordt. En mijn organisatie kan helpen. Oké, maar als ze gaat zeggen met wat ga je geld verdienen, wat dan? Zeg tegen jouw moeder dat je drugs gaat smokkelen. Ja, en je... Oh nee, dat kan niet, Nee, je hebt gelijk. IQ? Oké, zeg tegen jouw moeder dat je op business trip gaat met jouw broer. En wat als mijn broer gaat appen? Wat dan? Jouw broer gaat ja zeggen. Als jouw broer nee zegt, hack ik zijn YouTube-account weer. Oké, maar wat moet ik allemaal doen en zo? Wat ga je mij leren dan? Eerst, als jij aankomt, ga ik jou naar een plek brengen. Geheim. Daar heb je allemaal kinderen van jouw leeftijd. Jullie gaan met z'n allen samen in één huis wonen met allemaal computers. En ik en mijn compagnons gaan jullie leren hacken. Oké, maar... Jullie hebben een toekomst allemaal als topcrimineel. Ik weet niet wat ik precies moet zeggen, maar dat is een beetje awkward. Ja of nee, broertje? Anders stuur ik nu die pakket naar jouw huis. En morgen staat zwart in. Oké. We gaan een 1v1. Wie als eerste drie heeft. Wie als het drie keer heeft gekild. Blijf serieus. Ik ben niet goed in Fortnite. Je weet dat ik ga verliezen. Oké, maar dan mag ik alleen maar... Oké, weet je wat? Ik ga mijn hex aanzetten. Doe. Ik ga je code Quetpower laten zien. Macro-hex aanzetten. Mijn snelle builds, snelle edits. Ik ga mijn inbot ga ik aanzetten. Jij gaat dit nooit winnen. Ik ga mijn rechterhand in BB op aandoen. Dikke bielen. Oké, en de 200 en de speed ga ik alles aandoen. Ik ga je code Quet. Kijk dit. Ik heb het aangezet. Damn! Oh, nee, 1-0. Ik kan mijn hex nooit verslaan. 1-0. Nee, ik kan nee, mijn hex terug, nooit terug. Verslaan. Minis innemen, bro. Bro, luister mij. Maar jij hack? Ja, mijn boxfight hack laat zien? Kom. Laat zien. Laat je hack zien. Push mij. Wap. Je bent full bars. Geflash. Hé, hoe lang is dat die muur niet? Geflash. Boom. Oh my god. Weet je hoe ik deze hack noem? De King Almighty hack. Omdat jouw broer ook zo speelt. Broertje, jij hebt verloren. Damn, dat betekent betalen. Nu ga ik jouw moeder bellen. Hoezo? En jouw moeder. Hoe heb je mijn moeder nummer? Ja. Ik heb jou gehackt. Nee. En ik ga nu jouw moeder bellen. Let op, jij wilt zo stoer tegen mij doen, ik ga nu jouw moeder bellen. Ik ga haar bellen en er gaat staan Kurshad, de naam van jouw broer. Oeh. Ze gaat denken dat het jouw broer is. Let op. Ik ga jouw moeder laten oppakken. Anne. Hallo? FN, man. Huh? Oeh! Kurshad. Roep mijn naam eens. Kurshad. Was dat jouw moeder, ja of nee? Ja. Oké, ik stuur nu een bom naar haar huis. Nee! Ik heb gestuurd. Nee, cancel die. Die komt morgen af. Nee, doe die weg. Cancel die. Ik kom naar Mexico. Hallo? Zeg alsjeblieft. Alsjeblieft. Zeg daddy. Hè? Zeg daddy. Nee! Zeg daddy! Nee! Ik heb jouw moeder net gebeld. Geloof je mij niet dat ik het echt... Bro. Je weet wat er met jouw broers gebeurt. Ik ben niet zulke... Show bro, come on. Je weet wat er met jouw broers gebeurt. Oké. Daddy. Nah!
Huh? Jij bent gewoon daddy gedoemd! Ah, sus! You are so sus, man! Damn, broertje! Schijt je hem bijna in je broek, man! Ben je zo bang? Bro! Damn, broertje! Damn! Je bent echt shit, man! Pourquoi?